De beste keeper ooit is Manuel Neuer. Ik denk, hij is een hele goede keeper en hij kan heel goed voetballen. Dus ja, voor mij is dat de beste keeper ooit. De beste verdediger ooit, dat is een beetje moeilijk. Ik denk nu is het Sergio Ramos op dit moment. Maar als je terugkijkt is het misschien Beckenbauer. Omdat hij ook heel goed aan de bal was. En ik denk op zijn tijd ja, de beste van de wereld was. Voor mij de beste middenvelder ooit was Zidane. Hij was ook een voorbeeld voor mij. En ik denk hij had een hele goede en grote carrière. En ja, voor mij is hij de beste middenvelder ooit. De beste aanvaller voor mij is Lionel Messi. Ik denk, ja, je hebt heel veel goede aanvallers, maar hij is volgens mij de beste ooit. En ik weet ook niet of er nog een keer een betere aanvaller zou komen.